Riet, dat is een heel vrolijk woord voor eigenlijk ja, een soort boerenpaté. Of nou ja, een soort gestold stoofvlees. Ik maak het nu met ganzenvlees. Dat zou je ook kunnen maken met varken of konijn of elk soort vlees. Als het maar een beetje restvlees is. Dat ganzenvlees is vrij mager. Kijk, er zit ook bijna geen vet in. Dus ik moet er wel wat aan toevoegen. En dat is in dit geval varkensvet. En dit is buikvet. Dat heb ik ook op een beetje dezelfde maat blokken gesneden. Dat vet dat smelt een beetje weg. En daardoor wordt de paté smeuïg en krijgt het smaak. Ik heb een zware hete stoofpan. En dat vet hoor je gelijk. Dat gaat wegsmelten. Net als je een ontbijtspek bakt. Je hebt bijna geen vet nodig verder erbij. Want het is al vet natuurlijk. Het is echt een heel erg boertig gerecht, Frans. Je moet het ook, het is vettig. En daar moet je niet bang voor zijn. Daar moet je gewoon niet heel veel van eten. Maar in paté zit ook altijd vet, hè. Dus ik laat dit een heel klein beetje zo uitbakken. Dan pleur ik die stukken gans erbij. Mag lekker een beetje bruinen. Mijn laurierblaadjes die ik net geplukt heb, die doen het hier heel goed in. Dat bitter is heel lekker erin. Zo. En ik heb wat verse tijm. Die gooi ik er gewoon met stok en al in. Hop. Veel peper. Ganzenvlees heeft een vrij sterke smaak. Echt wild is het, hè. En zout ook voor 2 kilo vlees. Mag best wat in. Ik heb een beetje ganzenvet. Ik vind ganzenvet heeft een ontzettend lekkere smaak. Denk maar aan aardappeltjes gebakken en ganzenvet. Dat is echt verschrikkelijk lekker. Hopla. Zo. Nou moet je sudderen. Heel langzaam. Het is gewoon confijt vlees. Ja, confijten doe je in vet. Maar het resultaat is zo te gek. En dat hak ik heel fijn. Je ziet dat het nu ontzettend zacht is geworden en heel makkelijk uit elkaar komt. En dat ik er ook de stukjes vet bij blijf houden. Want die stukjes vet die gaan het zo direct een beetje smeuig maken. Hop, hop, hop. Ik doe dit niet in de keukenmachine, want de keukenmachine heeft messen en die snijdt hem helemaal fijn en die gaat veel te hard. En dan wordt het paté of crème of, en dat wil ik niet. Ik wil gewoon allemaal fijne kleine stukjes. Dan draai ik hem helemaal los. Ja joh, ziet er heel goed uit. Even tussendoor stoppen en dan doe ik eventjes de randen naar beneden. Dan zie je dat het vlees alleen los is gedraaid, maar het is niet kapot. Oh ja, ik ga een heel klein beetje zout en peper nog bij doen. Zo, dan ga ik mijn potjes vullen. Potjes. Ik vul ze niet helemaal tot de rand, want het vet uit de pan ga ik nog zeven. En dat ga ik erop gieten. Als je nou tekort komt, kun je altijd nog een beetje ganzenvet extra smelten. En dat erop gieten. Hè? En wat ik ook doe, is even het vlees eronder drukken. Dat het goed onder het vet staat. Maar als je iets onder het olie houdt, net zoals sardientjes in een blik, ook hetzelfde. Dan blijft dat gewoon goed. Kijk, dan druk ik die dekseltjes erop. Maar omdat er ook heel veel olie op zit, of vet, dan stolt dat er gewoon helemaal aan vast. Ik laat ze altijd eventjes gewoon op kamertemperatuur eens eventjes rustig staan. En dan gaan ze in de koelkast. En hoe langer ze blijven staan, bijvoorbeeld 2 weken, 3 weken, hoe intenser die smaak wordt. Want die gaat nu helemaal intrekken. Riet van die vet.